Goedendag voor degenen die me nog niet kennen. Mijn naam is George Lavage. Ik ben productontwerper en docent bij IPO. Naast mijn werk als ontwerper ben ik onderzoeker en geef ik lessen op het gebied van neurowetenschap en neuropsychologie. Ik ben schrijver van het boek Human Mind en oprichter van de Human Mind Institute. Door het lezen van mijn boek en de artikelen op de website van de Human Mind Institute kun je leren hoe je elke dag de beste versie van jezelf kunt worden met behulp van nieuwe inzichten in de werking en behoeftes van je brein en lichaam. Om over dit soort zaken te leren kan ontzettend handig zijn voor je studie, maar ook op andere vlakken van je leven. Het kan niet alleen helpen om je brein veel efficiënter te gebruiken, maar ook om je actuele stemming, motivatie en je mechanismes van stress en geluk helemaal in eigen handen te nemen. Ik wil je graag uitnodigen om deel te nemen aan mijn wekelijkse lessen in de mediatheek over hoe je neurowetenschap en neuropsychologie kunt gebruiken om gemakkelijker en met meer plezier je studie te kunnen afronden. De lessen vinden elke week plaats op dinsdag tijdens de lunchpauze tussen 12 en 13 uur. Je kunt je eten meenemen zodat je je lunch daarvoor niet hoeft te overslaan. Tijdens de bijeenkomsten in de mediatheek in een gezellige sfeer kun je super interessante nieuwe inzichten leren over hoe je brein en lichaam je stemming, motivatie, energie en denkvermogen reguleert door het vrijlaten van neurochemicaliën in je zenuwstelsel. Je leert ook hoe je in plaats van onderbewust onder de invloed van je neurochemicaliën te zijn, de werking van je neurochemicaliën zelf bewust te kunnen beïnvloeden. Met deze kennis kan je jezelf veel gemakkelijker in je beste vorm en beste stemming houden, zelfs tot het einde van lange studiedagen. Tijdens deze bijeenkomsten leer je ook allerlei trucjes om veel beter te kunnen concentreren en om alle kennis en vaardigheden waar je moeite mee hebt, veel gemakkelijker te kunnen leren. Je kunt met minder inspanning veel productiever worden, zodat je nooit meer aan het einde van de dag het gevoel krijgt dat je nauwelijks vooruit bent gegaan met je werk. Zo kun je ook meer tijd overhouden voor andere dingen die je na school nog graag wil doen. Leren over neurowetenschap en neuropsychologie kan je ook helpen met heel veel andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld hoe je je werk en jezelf beter en zelfverzekerder kunt presenteren, zodat je moeiteloos een stageplek en later een goede baan kunt vinden. Waarschijnlijk heb je er al over gehoord dat je brein een fascinerende elektrochemische computer is. Je gedachten en kortstondige gevoelens zijn als een soort orkest van elektrische signalen, maar zaken zoals je stemming, aandacht, motivatie, energie en denkvermogen worden bepaald door de balans van verschillende neurochemicaliën in je brein en lichaam. We zijn geëvolueerd om succesvolle jagers en verzamelaars te zijn en niet om de hele dag binnen te zitten en onze hersenen te overbelasten met complexe problemen en urenlang allerlei vervelende taken die bij onze dagelijkse leven horen uit te voeren. Dit soort activiteiten veroorzaken snel een verkeerde balans in onze neurochemicaliën. Daarom hebben zelfs de meest gemotiveerde en succesvolle mensen vaak behoorlijke uitdagingen om consistent, gelukkig en productief te blijven. Daarom, als je moeite hebt met zaken zoals jezelf op te starten aan het begin van de dag, je aandacht lang druk bij je werk te houden, je motivatie op peil te houden, ook onder tijdsdruk goed te presteren, of je voelt je uitgeput en gestrest gedurende of aan het einde van de dag, dat betekent dat je eigenlijk helemaal oké bent. Alleen je brein begint tegen jezelf te werken door neurochemicaliën vrij te laten die je in zulke ongewenste gemoedstoestanden brengen. Je brein probeert je namelijk te stimuleren om direct te stoppen met wat je doet en over te gaan naar iets anders dat met minder moeite meer succes kan opleveren. Dit kan je heel ellendig laten voelen, maar je slechte gemoedstoestanden zijn eigenlijk ingeniezen uitvindingen van je brein om je naar een betere pad te sturen. Deze strategie van je brein werkte geweldig voor miljoenen jaren in het verleden. Als je hert te moeilijk was om te pakken in je jagersverzamelaar verleden en je brein nam je zin weg om achteraan te rennen, dan heb je je energie niet verspild aan te moeilijke zaken en zocht je een gemakkelijkere prooi. Helaas werkt de oude strategie van je onderbewuste brein om je in slechte gemoedstoestanden te brengen tegen de uitdagingen met je werk verschrikkelijk slecht.
En helaas kun je er normaal gesproken weinig tegen doen, omdat je gemoedstoestanden niet direct worden aangestuurd door je bewuste brein. Je kunt niet zomaar je motivatie en energie inschakelen om super enthousiast te worden over alle dingen die je moet doen, vooral als ze onzekerheden bevatten of veel moeite kosten. In werkelijkheid heeft bijna iedereen intuïtief verschillende dingen bedacht om hun stemming, motivatie, energie en denkvermogen indirect te beïnvloeden. Deze intuïtieve technieken kunnen met meer of minder succes werken. Maar als je de echte mechanismes begrijpt van hoe en waarom je hersenen jou in diverse gemoedstoestanden brengen en hoe je daar de meester over kunt worden, dan zul je niet alleen je leervermogen, maar ook de kwaliteit van je leven drastisch verbeteren in een relatief korte tijd. Dus kom langs op de dinsdagen in de lunchpauze tussen 12 en 13 uur naar de Meditech en leer je brein op een hoger niveau te gebruiken. Je moet toch ergens lunchen, koppel je lunch op de dinsdagen aan het ontwikkelen van een hogere bewustwording over jezelf.